Zo, goedemorgen allemaal. Vandaag ben ik weer met Jesse na de serie Dood Azen. Dit is de laatste dag van het roofvisseizoen. Ik ga twee hengels dood aas vissen. En wat ga jij doen? Ik ga twee hengels op karper. Kijken of dat ze het willen doen. Ja, Jesse heeft twee dagen voorgevoerd. En Jesse is naar mijn mening echt een hele goede karpervisser. Dus ja, laten we hopen dat er vis uitkomt. Of het nou snoek of karper is. Wij gaan de spullen opzetten en dan hopen op vis. Ja hoor. Lekker jongen. Lekker. Mooi vis man. Ja? Ja zeker. Laat de camera maar staan, wil jij nog wel voor me landen, want die hengel is te lang. Ja, is goed. Hij is blind, oh nee. Jongens, eindelijk heb ik een snoek. Jesse was nog bezig met het optuigen van zijn karperhengels, want er lag nog ijs op het water. Maar dat is nou weggetrokken door de wind, die heeft het eigenlijk kapot gemaakt. En ik mocht een snoekje pakken en hij bloedt als een gek. Ik ga hem lekker terugzetten, want hij is dat erg diep gehaakt. En wees dan gewoon slim, hou hem dan niet te lang op de kant als hij zo bloedt, maar zet hem gewoon gelijk terug. Even een richtje met jullie doornemen. Het is mijn favoriete rig, een combi-rig. Er zit een rigring aan. Onderlijn materialen zijn mouth trap, supernatural, met daarop een beetje putty. Als haak heb ik white cape maatje 6. Met een rigring erop, dat hij een beetje kan verschuiven. En ik heb als einde heb ik ook krimpkous erop voor de inhaking. Dan haakt hij beter, de vis. Haakt de vis dan beter? De ringswiffel van Corda Mouth Trap. Beetje putty. Supernatural 25 lb. Stukje krimpkous. Een richtring op de haak en de haak zelf is een white cape maatje 6. En dan nog een hertje eraan en dan heb je een heel simpel maar verschrikkelijk goed richtje. Jongens, ik wil mijn dobber verleggen. Gruwelijke klap op de hengel. En er zit vis aan. Dat is volgens mij niet. Even kijken. Dit is een goeie jongen. Dit is echt een goede vis. Oh. Pop. Wat is die nat zeg. Nee, het is hem niet. Het is wel mooi. En sterk. Kijk dit. Of ik heb hem echt heel diep gehaakt dat hij zo sterk is. Dat hoop ik niet. Nou, het valt nog mee. Hier, geef je hengel maar.
Zo. Pak jij even de mat, want ik ga hem niet tillen, want het rechts zit bij de kiel. Dan doe het hier. Hier, ze zitten allemaal onder parachute hier, hoor. Lekker visje, man. Ja, hè? Mooi donker bij zijn staart. Ja, het is jammer van dat oog. Ik vraag me echt af hoe dat gekomen is. En dan begin ik eigenlijk al gauw aan tussen haakjes onervaren vissers te denken. Maar ja, dat is een beetje een vooroordeel. Het kan net zo goed een aalscholver of wat dan ook zijn. Of gewoon een keer tijdens de paaien, je weet het allemaal nooit. Maar gemeten 78,5. En ja, op zich doen ze het hier goed op de dota's. Dus dat is hartstikke mooi. Even een fotootje maken en dan gaat hij terug het water in. Nou jongens, en met een rust gaat hij terug het water. Met een rust. Oh, en hij is goed te ruiken ook, jouw rust. Oh, dat is een goeie. Nou jongens, het begint langzaam te schemeren. Het zal een uur, het zal richting tegen 7:30 gaan nu, denk ik. Maar het is voor mij de laatste visdag van het snoekseizoen in 2013. Dus ik zal met jullie voor de laatste keer nog even goed de montage voor het doodazen doornemen. Want ik merkte echt heel erg dat er op de Facebook veel vragen over waren. Ik zal bovenaan beginnen. Je kan stuitje gebruiken, maar ik gebruik een loodhageltje om de dobber tegen te houden. En als we toch verder gaan naar de dobber, dat is een Fox doodaasdobber, 18 gram. Dan heb ik daaronder een loodje van 10 gram. Dat kan gewoon vrij bewegen op de lijn, dus hoe diep je die dobber ook legt. Hij blijft beneden liggen, dus hij houdt je aasvis goed beneden. Dan heb ik gewoon een onderlijntje van een centimeter of 20, met daar aan de wartel van de onderlijn gewoon een gammakatsu haakje. Dan heb ik daaraan een stinger met eigenlijk dezelfde haakmaat. En dan als aasvis over het algemeen een bliekje, een voornetje. We gaan de video maar eindigen. Het begint langzaam donker te worden en straks hebben we geen licht meer om te filmen. Ja, de karper was niet veel, hè? Nee, jammer genoeg niet. Eén klein runnetje, wat was dat precies, denk je? Ja, ik denk niet dat het een lijnzwemmer was, maar niet weten eigenlijk. Het was een heel raar gebeuren. Maar goed, ik heb twee snoekjes mogen vangen en een snoekje verspeeld. Maar goed, het is de laatste dag van het seizoen en het is nog steeds hartstikke koud, jammer genoeg. Maar dan heb ik toch mijn seizoen nog even leuk af kunnen sluiten. Er zullen vooral weer echt een hele hoop karpenvideo's en ook video's van het vissen op de rivier op Winden aankomen. En zou ik het erg fijn vinden als jullie even abonneren. Dan blijven jullie op de hoogte van de wekelijkse visvideo's. Duimpje omhoog, dat zou ik fijn vinden. En dan zeggen wij keep fishing. Later.